jongens, ik ben Dennis, ik heet Renske en vandaag voor de episode 33 van Feestje Vrijdag. En vandaag spelen we op Magma. En ik speel met de type 25 met Extended Max en Quickdraw. Want er wordt de laatste tijd best vaak gevraagd van, hey, wat zit er op jouw wapen? En je moet weten, je mag altijd vragen als je iets hebt, of als je vragen hebt over mijn wapens of over mijn class of iets. Dan moet je altijd gewoon achterlaten in de comments, want ik probeer er gewoon op te reageren. Alleen de laatste tijd reageer ik al steeds minder, ik wil er wel weer meer gaan doen. Dus ja, sowieso op Twitter kun je het beste reageren, dan zie ik dat meteen natuurlijk. Maar bij YouTube is er iets met die comments, soms dan zie je die comments niet, want dan moet je weer veranderen van best naar nieuw of zoiets. En dat is allemaal fucking raar. Want normaal gezien dan komen zeg maar steeds de nieuwste comments komen bovenaan en ik kan niet schieten, want ik zat mijn hand van mijn trigger af. Maar in ieder geval, die nieuwste comments komen normaal gezien al bovenaan en dat is dan allemaal veranderd, dan krijg je allemaal onzin. Dan krijg je de beste comments bovenaan en dat is echt fucking dom gedaan. Want zo zie ik niet als er nieuwe comments zijn. En die kerel die zit daar, nou is het de vraag wie heeft de langste adem? Hij, want ik kan niet campen. En hij lag op de grond, oké, er zit er eentje achter mij nog. Oh shit, nog één, damn. Nee, ik heb geen kogels, no. Oh shit, ik heb hem, ik moet hier weg man. Ik moet hier weg. Heel snel. Oké, dit was echt episch dat ik daar doorheen ben gerend. Nou, nee, oh shit, ik word echt helemaal verkracht hier als ik hier blijf staan. Daar ben ik te lul. Oh shit, hoe kan dit? Ik moet echt rennen voor mijn leven, man. Ben ik in mijn eentje? Ik zweer het, ik ren gewoon voor mijn leven. Nee, oh shit. Nee! Ik had gekozen. What the fuck? Check mijn teammates. 1 om 3, 1 om 3 en 0 om 4 en 0 om 0. Geen wonder, man. Ik moest rennen voor mijn leven. Die mensen rennen gewoon als mal achter me aan. Ah, ze zijn allemaal de sniper-autisten in mijn team, volgens mij. Of het was maar eentje. Nou, we gaan maar cappen, maar what the fuck was dit? Waar ik ook heen rende, ik kwam altijd enemies tegen. Dat is echt oneerlijk. Dat was echt niet terecht gewoon. Ik vond dat niet terecht. En ik verwacht echt dat die enemies overal zitten. Ik kan dan mijn teammates doodgaan. Dan heb ik nog iets aan mijn teammates, dan zie ik waar ze vandaan doodgaan. En dan weet ik waar de enemies zijn. Dat is mijn idee. En nee, ik ben net een wapen oppakken. Oh man. Het duurt wel lang tot ze die kills hadden. Volgens mij ging er nog eentje dood ook. Oh. Wauw, check weer twee teammates ervoor staan. Wauw, wat is er met mijn team? Mijn teammates zijn echt zo slecht. Dat is echt dodelijk. Dodelijk voor mij dan, hè. Zo, fuck jou. Ik pak mijn nade shot erbij. Of zo mijn grenade launcher. Voor de mensen die dan denken, nade shot, waar? Grenade launcher, hè, hetzelfde. En dan moet ik snel zijn. Ik wil wel winnen, ik wil op zijn minst iets hebben gedaan in dit team. En ik kan hem ook zien, hij schoot dan een keertje, had hij niet moeten doen. Daardoor wist ik wat hij was. Nou, ik wil hun gewoon een keertje spawn killen. Is dat mogelijk? Nee, ze spawnen al gelijk weer bij C. Als we nou eventjes aanpakken. Oh, daar zit er eentje. Precies achter dit, natuurlijk. Waarom ook? Nee. Als we nou gewoon even alles halen. Oh shit, laat maar. Ik ga wel weg. Ik wil gewoon vlaggen cappen, maar ik kan echt niet in mijn eentje. Oh sorry, ik kan echt niet in mijn eentje gaan doen. En zij hebben echt heel veel streaks en shit. Teammate, je staat op mij te schieten, ben je blind? Check mijn team. 1 om 9, 1 om 6, 0 om 5. Ah, gosh. Is echt niet terecht. Hij is nog niet dood, hij heeft flagjack, dat is niet terecht. Ik moet even snel laden, want ik moet heel veel grenades schieten. Als die mensen flagjacket hebben, dan moet ik sowieso 4 keer raak schieten voordat ze sterven. En ik blijf naar de achterhand gewoon neer. Oh, ik heb hem nog, lol. Ik kan niet verwachten dat ik die raak zou schieten. Ik wil gewoon mijn spawn uit kunnen, maar dat kan niet, want ze zitten gewoon allemaal in mijn spawn te campen. En ik probeer ze gewoon een beetje weg te pesten met mijn grenade launcher. Hier nog eentje? Ja, hier zit er eentje. Nog één? Nee? Dan komen we sowieso van achteren, van die kant dan. Wat is er met deze lobby, man? Deze lobby is echt niet grappig. Zit inderdaad achter mij. Ik heb een nieuwe grenade launcher. Ik wil echt dat deze ronde afgelopen is, gewoon. Ik wil dat er daar ook even andere teammates joinen. De tweede ronde. Hier, ze schieten weer voor. Iedere keer hoor ik die koos achter mij. En dan weet ik dat er iemand doodgaat. En dan weet ik dat er enemy is. Want mijn teammates gaan dood. Die teammates, die hebben die enemies niet. Ik heb liever mijn stealth chopper. Dan heb ik iets bereikt, maar jongens. Wat moet ik met deze lobby? Wat moet ik ermee? Soms heb ik echt het idee van ik moet gewoon met mensen gaan spelen. Maar ik kan niet met een party spelen. Ik weet niet, maar dan kan ik me totaal niet concentreren. Dan ga ik gewoon alleen maar over onzin praten. En niet over waar ik over moet praten.
Oké, die heb ik. Waar vandaan? Ik had, eigenlijk verwacht dat ze hier zou staan. Daarom pak ik die grenadelauzer bij. Ik denk, als zij nou die vlag cap en dan staan er met drie man erop zo, dan schiet ik gewoon één grenadelauzer erop en zijn ze allemaal dood. Maar check mijn team. Dit is toch gewoon te triest voor woorden. Er staat gewoon geen eens positief. Alleen ik. 1 om 12. Als je 1 om 12 staat, dan speel je waarschijnlijk zonder handen en zonder armen. 1 om 9. Ja, dan ik ook niet meer waarschijnlijk zo scheel als iets. 2 om 15. Ik wil niet eens over beginnen. Ik wil er gewoon niet over beginnen. Het doet gewoon pijn in mijn ogen. Het is gewoon triest. Ik bedoel, als je zo'n score hebt, dat kan van Ajax, weet je wel. Maar ik ga eerst de campaign uitspelen. Speel hem eerst op easy uit. Als dat jou überhaupt lukt. Speel hem dan uit op moeilijk en moeilijker, 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 moeilijker. En misschien als je een beetje kan aimen. Ga dan de multiplayer proberen. En ik heb het idee dat die mensen pushen, jongen. Ze hebben nou wel counter UV, dus dat is echt verschrikkelijk irritant. Ik hoop dat ik echt nog eventjes mijn dogs kan halen. Dan zou heel deze match openbreken. En enemy. Oh, die auto. Dat was lelijk. Wel terecht. Mooi. Voor een mooie kill. Dat was mooi. Oké, nou is de vraag. Ik denk dat ze daar weer bij C zitten. Hey, bravo. Oh, ze hebben mijn chopper uit de lucht geschoten. Dat is leuk. Al die moeite gedaan voor de chopper. Ik was helemaal blij. Ik had de tijd van mijn leven. En ze schieten met de lucht. Oké. Hit marker Monday. Alleen het is vrijdag. Maar niet uit. Het gaat om het principe. Klinkt lekker. Hit marker Monday. Oké, hier. Fuck jullie. Hier, jongen. Voer voor die honden. Voer voor die puppies. Oh ja, nog een tip trouwens. Als jullie deze video kijken op vrijdag. En ja, dat bedoel ik dus geen direct impact. Als jullie deze video kijken vrijdag, dan is er dubbel XP voor Call of the Ghost. Misschien een beetje raar dat ik dat natuurlijk zeg in een Black Ops video. Maar ja, het is vrijdag, hè? Het is Facecam rijden. Het begin van het weekend. Dus dit weekend van vrijdag tot maandag is er dubbel XP. Dus ik zou zeggen, ga snel Call of the Ghost spelen. Ga levelen. Ik ga het in ieder geval wel doen. Dus misschien kom je me tegen op de PlayStation 4. Wie weet. Maar in ieder geval, ja, dat wil ik nu even doorgeven. Die honden maken helemaal geen kills. Dat zie ik wel. Er gebeurt helemaal niks. We zijn nou een triple. Hoe kan het dat we nou een triple capper zijn? Terwijl we net nog niet eens één vlag konden pakken. Dat is wel terecht. Als we deze nog winnen, dan is het echt een epische comeback. Maar dan gaat er me niet vanuit, want. Nee, dat kan gewoon niet. Logische wijze is dat gewoon niet mogelijk. Ah, shit. Als je zegt dat ik via deze kant schuin. Nee! Kom hier, kom tevoorschijn. Oké, er komt nog een aan. Teammate, als jij nou doodgaat. Dan pak ik de kill af. Ja, ja, dat is gewoon tactisch. Dat is gewoon. Nee, ik ga dood in mijn rug. Nee, dat was close. Dat ik dan nog overleefd heb voor zo lang. Maar ik weet gewoon dat hij of achter me aanrent. Of dat ik hier daar gewoon tegenover drie enemies sta of zo. Losing C. Ik ben echt serieus benieuwd wat we hier nog gaan winnen. Want we hebben best een leuke comeback. Oh, laat maar. We worden al getriple capped. Ik zeg niks meer. Hoppakee, we hebben onze grenadelauncher weer. Mission accomplished. Die grenadelauncher is fucking awesome. En ik moet die grenadelauncher eigenlijk niet pakken nou. Want daar krijg je niet zoveel punten mee. En oh, ik heb een direct impact. Nee, het is gewoon nooit zo slim om die grenadelauncher te pakken. Als je op strik zit. Meestal ga je dan dood. Omdat je dus net al zag met die direct impact. En een snipertje. Ja, ik werd ge-EMP'd. Stond er allemaal omheen. Dat wilde zeggen dat zij nou aan gaan cappen. Ja, ze hebben hem al. Dat stond er serieus fucking veel. Was mijn score 40-5, ja, daar kan er mee door. Het is live, hè, dat moet kunnen. Het is niet echt nodig om te schamen. Zag die was vet. Ik vind het serieus een leuk ding. Ik ga hier meer mee spelen, Nederlands. Misschien de volgende keer ook een keer met die Dead Machine of door die minigun. Ook al geinig. Oh mijn god, fuck, ik hoor. Die vent die sterft gewoon echt niet. Ik heb nog maar één Nederlands rover. Oh, en ik heb hem nog een keer mee ook. Ik denk, dan zal ik daar ook de keer dat je met Flagjacker tegenkomen. En dan schiet ik één keer op en dan zegt hij fuck jou. Als je tegenaan springt, hè, tegen de kozijn of in ieder geval tegen die rand, dan flik je in de lava. Moet je niet te veel proberen. Komt er één tevoorschijn? Hallo? Kikaboe? Nee? Oké. Okay. 47-5. Ik zou echt graag nog 50 kills willen hebben. En ik denk dat ja, dat lukt wel. We hebben nog best wel veel tijd. Nee, 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 dus mijn keer afblijven. Hier, 255, helemaal mooi. Helemaal mooi. Met een redelijk lage streak. Ja, ik had ook een dog, dus geen lage streak. Oh shit, ik heb bijna mijn dogs weer.
Nee! Dat was het gewoon in principe. Ik wou gewoon die dog zagen gewoon om het feit dat ik hem om twee keer had gehaald. Alleen, je kunt totaal niet bewegen zonder stalker. En ik vind stalker helemaal niet irritant dat ik dat nou niet heb. Alleen dit principe, zeg maar. Dat je niet om een hoekje kan strafen. Ja, strafen is dus één moment om het hoekje komen kijken, zo. Snap je? Dat is uber traag. Dat is het enige nadeel eigenlijk, vind ik, aan stalker. Of als je geen stalker hebt. Ik wou zeggen, wat fuck, staat gewoon enemy. Oh mijn god. Nou, in ieder geval, 456. Ik hoop dat je ze leuk vond. Ik geloof dat jullie de noobtube leuk vonden. Of ja, het is geen noobtube, ik kan niet luisteren. De nadeshot, hè. Die kerel is spannend daarnet. Ik kan het zeggen, wat fuck. In ieder geval, ja. Als je leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En verder rest, als jullie me willen checken op social media. Facebook, Twitter, Instagram, heel de meuk. Die staat in de comments. Oh, niet in de comments, in de beschrijving. Misschien ook in de comments. Nee, daar gaat er maar niet vanuit. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.